We hebben langs de ene kant ons wegennetwerk, onze autosnelwegen, waar heel veel doorgaand verkeer is. Doorgaand verkeer van vrachtwagens, omdat we daar toch een kruispunt zijn in Europa, kunnen we zeggen. Ik denk dat daar de investeringen moeten opgevoerd worden, want zelfs met venstertijden of met aparte rijstroken of dergelijke gaat men dat niet oplossen. Ik denk dat we naar meerdere vormen van vervoer moeten gaan. We rijden heel veel 's nachts en daar rijden we echt wel alleen op de baan. Hè. Daar is nog zoveel ruimte met de nacht. En als je dan naar elektrische wagens gaat en zo, ja, dan komt ook weer tegemoet aan het lawaai. Dus er zijn nog wel oplossingen. En zeker met de nacht is er nog heel veel ruimte. Ik denk dat je sowieso logistiek en maatschappij gaat moeten combineren. Je ziet ook, zeker in de COVID-crisis, hoe belangrijk dat het is dat zowel de magazijnmensen als de transportmensen, want we spreken vaak over transport, maar die magazijniers liepen daar ook nog allemaal rond, dat blijft draaien. Dus mensen goed informeren, weten dat je nooit de perfecte keuze kan maken, maar wel keuzes moet maken in bepaalde zaken. Ook aangeven van dat producten die wij consumeren, waar wij niet bij stilstaan, dat die ook daar moeten geraken op de plaats waar we die kopen. Die komen jammer genoeg niet uit de lucht vallen of worden niet lokaal in 3D geprint. Dus er zijn transportbehoeften. Dus transport is nodig om ons te voorzien in onze dagelijkse behoeften. Ik denk dat alle logistiek of die logistieke bewegingen, die kunnen ook niet zomaar van venstertijden veranderen. Die supply chains zijn op bepaalde manieren op elkaar ingericht. Die moeten een volgende stap in de supply chain kunnen nemen. Die kunnen just in time zijn, die kunnen eenerwet zijn. Dus de timing van die bewegingen kan niet altijd georchestreerd worden. Dus ik denk dat we daar toch ook een zekere vrijheid moeten behouden. Eigenlijk zitten wij al van voor COVID in het soort van supply chain crisis die maar blijft duren. Dus je hebt eerst chiptest issues, dan heb je COVID, dan daarna heb je de economische heropstanding, dan heb je de transportproblemen, dan heb je de oorlog in Oekraïne enzovoort enzovoort. Er zijn dus heel veel externe factoren die onze supply chain aan het beïnvloeden zijn. Dat geeft ook dat in een aantal gevallen dat je acties hebt genomen om je impact van CO2 naar beneden te brengen, die je moet gaan terugschroeven. Ik zeg u maar één ding, de decoders van Proximus die worden in Vietnam gemaakt, die kwamen per trein naar ons magazijn hier in België, maar die trein reed door Oekraïne. Maar uiteindelijk zijn we teruggegaan naar de oude oplossing die meer CO2 uitstoot en dan zit je weer op de boot. Dus in die kostenbatenanalyses, maatschappelijke kostenbatenanalyses, zoals het dan technisch meer heet, die we uitvoeren, daarin wordt gekeken van wat is eigenlijk het financiële belang voor de investerende partij, hoe rendeert dat, maar ook wat is het bredere maatschappelijke belang, welke vervoerstromen kunnen we gaan rentabiliseren, kunnen we vermijden. Wat is het effect op fijnstof en welke stijgingen zijn daar of welke compensaties moeten daarvoor gebeuren. En vanuit die bredere maatschappelijke kostenbatenanalyses kun je wel tot de juiste beslissingen komen. Ik denk dat we onze trucks moeten optimaliseren en dat we wel eventueel een ontmoediging moeten doen, eventueel met bepaalde heffingen op bepaalde stukken en gedurende bepaalde tijden, zodat die filemomenten dat die vermeden kunnen worden. Of dat de vervuiler of de gebruiker op dat ogenblik betaalt. Wij als Van Moer, wij kijken vooral naar de havens, niet alleen hier in Antwerpen. We zitten nu ook ondertussen in de haven van Gent. We kijken naar Zeebrugge, ook naar Duisburg. Dus, maar dat zijn allemaal locaties waar zowel de binnenvaart als het spoor mogelijk is. We varen vandaag met 9 schepen rond dagelijks. Ik heb nog nooit met een schip in de file gestaan. We zitten enkel met een congestie in de haven zelf, dat het gewoon overvol zit en dat de grote schepen, wat normaal is, voorrang krijgen op de lichters. En daar is vandaag een groot probleem. Langs de andere kant hebben we de steden die een heel andere context en problematiek hebben. Dat zijn de last mile leveringen, veelal door bestelwagens, waar we moeten zien dat densiteit is daar het belangrijkste. Densiteit, namelijk hoeveel
pakketten heeft zo'n bestelwagen bij voor een bepaalde wijk. DHL, UPS, Bpost enzovoort, zet ze maar eens allemaal samen en dat worden moeilijke discussies. Dus in die zin denk ik dat de bedrijven, dus de klanten van de transportfirma's, het voortouw moeten nemen. Dus wat wij doen met Cult in Antwerpen bijvoorbeeld, daar zijn nu een elftal vooraanstaande bedrijven die samenwerken om op een groenere manier de stad te gaan beleveren. En de eerste resultaten die zijn er. We hebben 25% minder kilometers, hebben we 90% minder CO2-uitstoot voor al de leveringen van een bepaald type in de stad Antwerpen. Een kleine detail daarin, wij werken daarin zelf samen met Telenet. Je kan zeggen dat is een concurrent, maar de afspraak is tussen Telenet en Proximus. Ja, we concurreren elkaar op heel veel, maar niet op alles wat groen en sustainability is.